mensen, welkom terug op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal, van harte welkom. Ja, zometeen een nieuwe reading voor de vissen. Op het gebied van liefde. Maar allereerst wil ik natuurlijk weer iedereen hartelijk bedanken. Ja, die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd. Super dankbaar ben ik jullie natuurlijk. En uit dankbaarheid wil ik iets terug doen. En wat is dat dan? Je maakt kans op een persoonlijke reading. En ook, trouwens, moet ik het niet vergeten, kans op dit prachtige deck van de Elemental Orakel. Het enige wat ik eigenlijk vraag is je te abonneren. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan. Voor de mensen die al geabonneerd zijn, maken natuurlijk ook nog kans. En wat ook belangrijk is, deze video te liken en te laten weten wat je wilt. Door middel van een rood hartje voor een persoonlijke reading. En een paars hartje voor het deck. Dus ja, dat was het eigenlijk. Dus niet heel veel, vraag ik. In ieder geval ben ik heel dankbaar dat jullie mijn kanaal natuurlijk laten groeien. Want het komt echt door jullie en vandaar dat ik dat ook doe. Verder wil ik ook natuurlijk aangeven dat niet iedereen op hetzelfde liefdespad loopt. Kijk dan eventueel je ascendant, je maan of je venus teken na. Heel belangrijk, want daarmee kan je altijd net wat meer resoneren. Op liefdesgebied. Dus dat is wel belangrijk om te zeggen. Of vraag eventueel een persoonlijke reading aan. Dan is het natuurlijk helemaal afgestemd op jouw energie. En dan kunnen we kijken wat daaruit komt natuurlijk. En neem daarvoor contact op met mijn e-mail of eventueel mijn website die binnenkort online komt. We gaan eens kijken. Wat mag ik weten? Lieve vissen. Jullie zijn altijd als laat. Dus wel zielig, maar jullie zijn, moeten altijd lang wachten. Even kijken. Wat heb ik hier? Prachtige kaart. Ja, nou, deze had ik net ook bij de schorpioen. Dus misschien dat je schorpioen in je chart hebt. Maar in ieder geval staat het eigenlijk voor iets doen waar je passie in kan vinden, waar je hart gelukkig van wordt, wat je met succes eigenlijk kan volbrengen als je iets doet met liefde. Dus creëer iets nieuws in je leven, of dat nou gaat om liefde of iets anders. Daarmee, doordat jij iets doet vanuit liefde, krijg je ook weer liefde terug. En dat is super mooi, want daarmee kan je ook die fulfillment eigenlijk krijgen in je leven. Wat mag ik doen? Dit tekst. Zijn er heel veel? Wat gaan we niet doen? Lieve vissen, wat mag ik weten? Oeps. Hier lag nog masker. Ik ga hem even terug doen. Want ik weet niet of die er al lag. Oeps. Wauw, twin flames heb ik hier. Girl with a snake. En keep a positive mindset. Balance, union. The empath and the narcissist. Wat heb ik daarvan weten? Het kan zijn dat je je gebruikt voelt. Hoeft niet meteen narcisme te zijn hoor, maar... Ja, weer een narcist. Kan er dat je in een narcistische relatie hebt gezeten? Dan vind ik dat altijd niet leuk natuurlijk om te trekken. Maar dat kan wel het geval zijn. Waardoor jij dus wel veel hebt geleerd. Of je zit er nog in. Maar ik zie tegelijk twin flames. Dus het kan zijn dat je ook een spirituele verbinding hebt gehad. En dat je in het verleden met een narcistische relatie te maken hebt gehad. Of je zit nog in een narcistische relatie. In ieder geval is het belangrijk om dus die liefde voor jezelf te houden. Een positieve mindset te houden. Daarmee kan je heel veel kracht ontwikkelen. Ga iets doen waar jij dus jezelf in kan ontplooien. Jullie zijn natuurlijk creatief. Hè? Jullie zijn vissen. Jullie zijn dromers. Jullie kunnen veel fantaseren. Maar doe dat ook. Laat het ook zien. Wat is jullie energie? The universe. Wauw. The Age of Pentacles. Ja, het kan zijn dat je al met iets bezig bent. En dat er iets nieuws op je pad komt. Het is belangrijk ook om keuzes te maken, is wat ik zie. Het kan zijn dat er iemand in je leven is die
ja, dat je jezelf eigenlijk hebt overtroffen. Dus dat je uit die inderdaad narcistische relatie komt. Of ongezonde relatie, karmische relatie. Je wilt niet meteen helemaal op narcistisch doen, want dan wordt het zo zwaar. Maar het kan zijn dat jij een pittige reis hebt gehad. En dat je nu eigenlijk klaar bent. Je weet wat je plek is eigenlijk op de wereld. En gaat daar ook voor. Je bent bezig stabiliteit te creëren. Misschien dat je geestelijke verruiming mee hebt gehad. En dat je nu ook beter knopen kunt doorhakken met de energie van een koningin van zwaarden. Maar in ieder geval weet jij wat je wilt. Je hebt veel mee moeten maken. En je weet nu ook dat je spiritueel bent. En nou, dat zijn jullie natuurlijk allemaal. Het kan ook echt zijn dat je een spirituele connectie hebt. Zoals een twin flame. En dat je daarachter bent gekomen. Wat is er in het verleden gebeurd? De Nine of Pentacles. Ja, je was wel onafhankelijk. Of je hebt je onafhankelijkheid eigenlijk opgeëist. En stabiliteit in je leven gecreëerd. Om te doen eigenlijk wat je wilt. Heel goed, lieve vissen. Het komt vaak uit een periode waarbij je gewoon voor jezelf hebt moeten opkomen. Oeps. Ja, en je passie hebt gevolgd. Je hebt dingen achter je. Je hebt blokkades of in ieder geval een hele moeilijke strijd achter de rug gehad met de Ten of Wands, de Tien van Staven. En dat houdt in dat je dus veel hebt moeten meemaken. Maar je hebt gekozen eigenlijk voor jezelf. Je bent ergens uitgestapt uit die energie van karmische gebeurtenissen. Het kan heel goed zijn een karmische relatie die je achter hebt gelaten. Wat jou veel energie heeft gekost. Maar het heeft je wel gewoon verder gebracht. En eigenlijk sterker gemaakt. En daarmee ook je passie gevolgd. Dit is de koningin van Staven. De koningin van Staven is heel passioneel. Die kan ook die kan goed voor haarzelf ook opkomen. En ook doet ook al. Ja, is altijd druk en heeft veel liefde en weet ook wat ze wil. En die energie heb je ook op je genomen. En is ook onafhankelijk, weten wat ze wil. Super mooi. Wat mag ik verwachten op het liefdesgebied voor de vissen? Oeps. Ja, de Wheel of Fortune, super mooi. Ja, wat ik hier al zag, je hebt het lot in eigen handen genomen. En dat zie ik ook. Dit is een positieve karma. Je weet wat je wilt en je gaat daar ook voor. En het kan dus echt zijn dat je iemand op je pad komt die een twin flame is. Of iemand komt weer terug. Maar in ieder geval is er een connectie waar jij gewoon een hele sterke band mee hebt. Met de Empress, wauw. En de Hoge Priesteres, wauw. Ja, jij hebt een spirituele connectie met iemand. En die komt terug. Je staat weer in je power. Je staat echt in je power. Want het is twee keer de Divine Feminine. En dan op aardsgebied en op astraal. Dus dat is super mooi. En het is ook belangrijk om naar je intuïtie te blijven luisteren. Want het kan zijn dat er iemand op je pad komt. En je voelt heel goed aan of deze ook bij je past. Want dat heb je geleerd uit het verleden. En dat is heel goed. Want het is belangrijk om naar je intuïtie te luisteren. Je bent ook sensueel. Je voelt je ook goed. Je bent echt wel met jezelf aan de slag gegaan. En dat kan op uiterlijk gebied zijn. Maar ook gewoon echt innerlijk. Dat je gewoon sterker bent geworden. En ja, ook beter voor jezelf kan opkomen nu. Omdat je dit hebt geleerd vanuit die relatie waar jij in hebt gezeten. Dus jij staat ook je mannetje. Dit is natuurlijk heel vrouwelijk. Maar je hebt de divine masculine energie heb jij ook goed ontwikkeld. En dat is belangrijk. Want je bent goed bezig. En het kan ook zijn dat je misschien een cursus gaat volgen. Maar in ieder geval komt er iemand op je pad die dus spiritueel eigenlijk hetzelfde met jou deelt. Misschien dat je ook wel gaat reizen met die persoon. Ja, een overvloed van ideeën en emotie. Dat is het advies nog voor de lieve visser. Maar super mooi, want dat zijn echt prachtige kaarten. Wauw, de King of Cups. Ja, het advies is om eigenlijk, wauw, en de zon. Alles wat jij wil gaan bereiken, wat jij wil gaan doen,
dat nou op het gebied van liefde is, dus een liefde, maar ik zie ook andere dingen, dus dat wil ik wel benoemen. Kan jij behalen, lieve vissen? Want jij staat in je power. Jij weet hoe je het wiel moet draaien. Jij weet hoe jij het universum eigenlijk moet... hoe de wet van de aantrekkingskracht werkt. En daar heb je hard voor gevochten. Je hebt jezelf eigenlijk al getroffen. Misschien dat je dacht dat je het nooit zou kunnen, maar je hebt het geflikt. En daarmee zegt Spirit, er is heel veel liefde wat op je pad komt. Je bent emotioneel eigenlijk... stabiel en toon dat ook aan de wereld, want je verdient het. Ja, je krijgt heel veel helderheid en het Ten of Cups, super mooi. Ja, en ga ook de wereld in en geniet ook van de liefde die er op je pad komt, want het is iemand die eigenlijk gewoon je emotioneel vervult, die ook gewoon echt bij je past en ook ja, jou ziet ook echt als zijn of haar prins of koning of... Noem het maar als allerhoogste liefde. En dat is heel mooi. Want je verdient het. En ga ook echt iets met je creativiteit doen. Dat is wat ik eigenlijk ook zie. En er komt ook iemand op je pad. En misschien dat je zelf spiritueel begeleider bent. Of wordt. Of iets in die trant. In ieder geval komt er ook iemand op je pad die dus heel spiritueel is. En dat kan echt je vriendin zijn. Misschien dat jullie samen iets gaan doen. Nog één kieskaart. Ja, en echt het verleden loslaten. Maar dat zie ik, want hij ligt andersom. Dus heel goed. Dus probeer ook vooruit te blijven kijken. En niet meer achterom te kijken, is eigenlijk wat Spirit zegt. Wauw, en de Queen of Cups. Ja, hier ligt gewoon een paar. Dus... wees geduldig. Misschien dat je de persoon wel in je leven hebt. Dat je gewoon echt al een twin flame in je omgeving hebt. Of je verlaat iets. Of je hebt iets verlaten. Waardoor jij je twin flame gaat ontmoeten. Wat eigenlijk op een hoger commitment komt. Dat je eigenlijk vervulling in je leven krijgt. En daardoor ook eigenlijk alles kan creëren. Misschien samen met die persoon. Of misschien dat je alleen jezelf ook kan vervullen. En ook weet wat je waard bent. En dat is eigenlijk ook het belangrijkste in de liefde eigenlijk. Je zelfwaarde ook weer terug hebt. En dat zie ik wel. Dat je dat hebt gehad. Power. Ja, wauw. Super. Ja, zie. Je weet gewoon wat goed voor jou is. En je kan dat ook met power eigenlijk doen. En je hebt nu ook de power om weg te lopen. Als het, als het je niet meer vervult. En dat kan je altijd doen. En je weet nu ook hoe je dat moet doen. En daar ligt jouw kracht ook. Super. En dat zag ik natuurlijk al. Met deze prachtige kaarten. Super mooi. Geniet daar ook van, lieve vissen. Dit is wat ik voor jullie heb. Mocht het resoneren, doe een duimpje omhoog. Het is best wel een korte reading, maar het was vrij duidelijk. De schorpioen duurde echt 2 keer zo lang. Maar die zijn soms, ik wil niet zeggen complex, maar die kunnen heel... goed hun energie verbergen. Dus dat kost altijd wat meer energie. En jullie hebben gewoon wat neutraler energie. In ieder geval is het zo dat ik jullie al het goeds wens natuurlijk. Want het ziet er prachtig uit. En mocht het resoneren, doe een duimpje omhoog. Wil je een persoonlijke reading, neem dan contact op met mijn e-mail. Mocht je kans willen maken op die prachtige kaarten, doe dan een like en dan een paars hartje. En voor de reading een rood hartje. In ieder geval wens ik jullie al het goeds en tot snel. Doeg!